2000 hectare daarvan zijn vaste grond en 1200 hectare zijn water. En als je al die waters aan elkaar zou houden. Dus de huizen bijvoorbeeld, denk je bent er aan de rechterkant en zo. Vroeger kon je daar zeker niet met de auto bij. Nu kun je daar al wel met de auto, en dan heb ik gezegd van de ruimvertalingen die er gebeurd zijn. Maar vroeger was het alleen maar met de boot te bereiken. En zo deed de vroeger hier ook iedere dag de pasteur een tour met de boot. Op het hier en daar gaan we bruggetjes tegenkomen. Best dan hier echt staan. Sommige van deze kanaaltjes hier bijvoorbeeld aan de rechterkant. En ik zoek verder, die zijn ook privé. Dus kun je bijvoorbeeld niet bevaren. Maar anders als je dus komt en je huurt een bootje, kun je hier overal de kanaaltjes invaren dus, waar dat je door kunt. Het beste is dat je dan s'avonds weer moet de plaats terugvindt waar je begonnen bent. Het is erkend als een soort natuurmonument.
En dat zal natuurlijk ook wel een beetje meer reclame zijn. Zoals we weten, Brugge Centrum, dat is ook UNESCO Werelderfgoed. Landbos en Ieper zal het waarschijnlijk ook worden. Je doet het. Het is verboden te roken en dan is aan voor mij zijn red in zijn mond. Jacqueline kan geen bruggen op. De opgeleid zijn dus voor het hoofd. Vroeger was hier een cafeetje, de naam staat er nog op in, de Moulin Rouge. En de brug, heel lage brug, opgelet. En zo'n stuk land tussen twee watergangen noemen we Lijkre. Een verbinding met de Leie en haar rest dus richting de Noordzee. Ja, hier zijn ze, ja, en men is er al bezig. De eerste bloemkolen zijn de feitelijk al. En we doen meestal twee oogsten per jaar. De schuur hier aan de rechterkant ziet, dat is, die is gerestaureerd geworden, maar het was helemaal vervallen. Het zijn ook soms buitenverblijven. Niet altijd, maar mensen die alleen maar in het weekend komen. Het grote kanaal, recht voor ons. Ja, het is aan de pannen, ja. Hier zijn ze verder zitten nog hoor, hier aan de linkerkant. En ook schuin links achter ons hier. Nee. Er staan ook wel een paar figuren. Donc nous on prend tout le monde. D'accord.
Madame, si vous voulez monter l'autre, si vous voulez. Ah, allez-y. Alors, moi, alors, Kijk, aan jongetjes die er handicap zijn, zeg. Nee, aan jongetjes.